Hey kijkers van Dust Out Games en welkom bij alweer de tweede aflevering van Leer Met. In deze aflevering ga ik jullie uitleggen hoe jij kan port worden. Het is namelijk heel vaak gevraagd en het is helemaal niet moeilijk om te port worden. Dus laten we gewoon meteen beginnen. Wat we allereerst gaan doen, we gaan op onze startknop drukken en op R. En dan krijgen we namelijk dit schermpje te zien. Heel makkelijk schermpje. Dan drukken wij op, dat typen we eigenlijk heel makkelijk in CMD. Dat heet Command Prompt. En dan krijg je dit leuke zwarte schermpje voor je neus. Nou, dan heb je twee dingen nodig. Ik zou als ik jou eens even een notitieblokje erbij pakken. Even een tabbladje openen en het even opschrijven. Want we toetsen even het volgende command in. Dat is ipconfig. Drukken wij op Enter. En dan zie je hier een paar dingen staan. Het kan voor iedereen verschillend zijn. Maar waar je nou op zoek bent, is eentje die ingevuld is met een default gateway en een IPv4 adres. Deze moet je beide even opschrijven. Die ga je zo op een ander stukje van de tutorial gaan die nodig hebben. Goed, ik heb alvast opgeschreven. En wat ik ga doen, ik ga naar een hele handige website. Dat is portforward.com. De naam zegt het al. De link zal ook waarschijnlijk in de beschrijving staan. Want hier heb je namelijk een gigantische lijst met allemaal merken van modems en routers. En ja, heel handig eigenlijk. Nou, ik heb een Linksys, dus ik ga gewoon eventjes zoeken naar Linksys. Nou, dan klikken we daarop. Nou, kijk, als je op die link hebt geklikt, komen we op de volgende pagina uit. How to forward ports on Linksys routers. Klein beetje een handleiding en bla bla bla. Je moet port forwarden. Nou, wat je even moet opzoeken, en dat staat vaak op jouw router zelf of onder op een labeltje, welk model het is. Want hier heb je allemaal modellen. Nou, ik heb een WRT54. En dat is dan hier. En ik heb een X4. Dus we gaan even opzoeken naar de X en dan heb je X4. Nou, hier heb je een, nou, dan zijn we dus op die pagina beland. Hier heb je een hele grote lijst met allemaal applicaties en dingetjes die je kan port forwarden. En ja, leuk allemaal, maar wel even Minecraft willen. Ik wil een servertje eigenlijk opzetten voor mijn vrienden. Dan wil ik thuis op mijn laptop zetten en ja, dat kunnen we wel. Dus ik ga eventjes zoeken, Minecraft server. Ha, hebben ze. Nou, bla bla bla, of je kan dit, of je kan dat. Nou, log in, doe je Linksys router met je browser. Nou, ik open dus Chrome. En dan zeggen zij, by default inderdaad. Dan moet je dus het IP-adres wat in jouw default gateway staat, moet je invoeren in je browser. Nou kijk, ik heb dat alvast gedaan. Ik heb hier even 123 neergezet, omdat ik namelijk in een demo-omgeving zit. En dan kom je hier terecht. Tenminste, ik kom daar terecht, omdat dit dan mijn router is. Maar die handleiding gaat je er heel makkelijk mee helpen. Want die zegt inloggen. Nou, die zegt ook normaal wat jouw username en wachtwoord is. En dan zegt hij, nou, dan loggen wij in. En dan zegt hij, klik on the applications and gaming link near the top of the page. Nou goed, ik ga erop klikken. En dan zie je hier meteen al een pagina met port, range en dat soort dingen. Nou, Minecraft is standaard 2.5.6.5. Dus dat zetten we dat hier. Zet ik hier in Minecraft voor vrienden. Oh, Minecraft voor. Dat goed doen we. Ja, dan zeggen wij hier, zegt hij start en end. Moet dat zijn? Nou, dan noemen we dat zo en zo. Nou, de protocol moet er beide staan. En hier moet jij het nummertje invoeren wat bij jou als IPv4-adres staat. Nou, standaard staat hier de eerste drie cijfers staan. Goed, je moet niks aan aanpassen. Kan ook niet eens aanpassen. En hier voer je dan je laatste cijfertje. Nou, ik zet er lekker 5 neer, want 5 is dan mijn PC. En wat port forwarding eigenlijk doet, die zegt, hey, iemand probeert te connecten naar deze poort aan de buitenkant. Dan moet je hem doorzetten naar die poort aan de binnenkant. En zo werkt port forwarding eigenlijk. Het is best makkelijk. En de website portforward.com kan jij daar heel erg mee helpen. Mocht je nou nog vragen hebben, laat even een comment achter. Want het is gewoon namelijk, als ik dit geüpload heb, dan check ik altijd gewoon eventjes een paar dagen daarna standaard gewoon de comments. En dan ga ik gewoon eventjes mensen helpen die er gewoon niet uitkomen. Ze komen er niet uit. Tweet mij, @junkergames. Of laat het even lekker achter in de comments. Jij in ieder geval bedankt voor het kijken. En laat ook weten wat jij wil leren tijdens de volgende aflevering. En dan zie ik jullie volgende week weer.